Mijn naam is Judith Hartman. Sinds anderhalf jaar ben ik directeur van RTV Oost. En hiervoor was ik twaalf jaar directeur van het Wilmingtheater en Muziekcentrum in Enschede, waar ik heel veel maestro's live heb gezien. Op het Twickelcollege in Hengelo had ik muziek in mijn eindexamenpakket. En ik heb heel veel dingen een blauwe maandag gedaan: gitaarles, zangles, dansles, toneelles. En heel snel al besloten dat ik vooral achter de schermen wilde zijn in plaats van voor de schermen. En toch ga ik nu voor de schermen. Voor dit goede doel. Omdat ik in mijn leven al heel vaak heb gezien en gemerkt hoe ontzettend belangrijk muziek is. Het helpt je in je ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat je meer zelfverzekerd kunt worden. En dat je kunt groeien als persoon. Dus daarom probeer ik het ook nog maar een keertje. Kom. Allemaal naar de voorstelling toe. En dan maken we er een hele leuke avond van. Kom, hè?